Ja, verschrikkelijk. Grootste nachtmerrie. Hij was zo'n lief manneke. Was volop bezig met zijn school. Hij hielp ons mee met de viskraam. Elke zaterdag, elke zondag. Hij was super fanatiek met zijn sport. Hij was bevlogen van boksen. Hij dronk geen alcohol. Hij gebruikte geen drugs. Voor mij was het gewoon een voorbeeld, jong. En dan gaat hij naar een verjaardag. Komt s'avonds om 12 uur ongeveer thuis. Ja, dat is goed. Wij hebben 15 uur op de markt gestaan. Wij zijn in slaap gevallen. En we worden wakker van politie aan de deur. Je zoon is dood. Wat moeten we dan nog doen? We moeten daarom schrijven? Hoe we moeten dan voelen? Ik weet het niet. Wij zijn alles wat voor ons belangrijk was in het leven is in één keer weg. Kinderen van 16 die stiekem gaan autorijden is niet slim. En daar betalen we de hoogste prijs mogelijk voor. Gewoon leuke, vlotte mannetjes die gewoon volop in het leven stonden. En alles zakte onder mijn voeten weg natuurlijk. En van mijn vrouw helemaal. Geen woorden voor. Ja, wij zitten niet heel de dag thuis op de bank 7 dagen in de week. Dus wij zijn nogal onder de mensen. En ja, dan ben ik heel blij. Het is voor mij echt een 803 dat er zoveel mensen nou al gekomen zijn hier. Geeft dat steun? Ja, natuurlijk. Ja, heel veel. Kunt u iets zeggen over hoe het met die vierde jongen nu gaat die in het ziekenhuis ligt? Dat is mij niet bekend. Ik weet dat hij. Ik weet dat hij geopereerd is. Het laatste wat wij gehoord hebben is dat hij stabiel was. Maar toen moest zijn vader nog vertellen dat al zijn vrienden dood zijn. Hij is voor de operatie heel even bij geweest. En er zijn schijnen. Ja, ik heb ook maar flarden gehoord en misschien niet alles goed meegekregen. Maar wat ik begrepen heb is dat hij bijkwam. Dat hij vroeg, zegt tegen Levi dat alles goed met me is en dat hij weer wegzakte. Ons leven was al 2 jaar dood op dat moment. Afgrijzelijk.